Mijn naam is Rob. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat ik eigenlijk al een beetje ben uitgenodigd om die reis te gaan doen. Toevallig zijn er vier grote hobby's: Rusland, Mongolië, Siberië en Peking, China zeg maar eventjes. Dat zijn hobby's. Ik heb natuurlijk ook andere hobby's. Ik mag graag iets leuks met mijn handen doen. En mijn favoriete ding is bijvoorbeeld dat ik zo met mijn handen, met de schouder speel ik gewoon even zo'n vogeltje op de vloer bijvoorbeeld, met een zonnetje op de achtergrond. Ja, daar kan ik me gewoon uren mee van maken. Een andere hobby van me, is in feite ook een beetje met mijn handen, is computeren. Dat kan ik echt uren doen. Ik kan echt uren lang met de computers. Bijvoorbeeld programmetjes programmeren. Bijvoorbeeld programmetjes programmeren. Wat ik al eerder vertelde is dat ik toch wel een beetje een bepaalde passie heb voor bomen. Vooral wel het boomknuffelen. Dat is een bepaald intiem gevoel wat je toch minder hebt met mensen, maar wat toch, wat het toch een toegevoegde waarde voor mij persoonlijk heeft. We gaan natuurlijk met z'n tweeën, dus als je zegt met wie zou je zo'n reis willen doen, dan is er eigenlijk maar één goede vriend. Zo'n levensmaatje waar je alle kanten mee op kan. En dat is Wijnand Visser. Wijnand. Hoi, Wijnand. Net uit met Rob. Rob Lammertsen, je beste vriend. Ha! Ja? Peking Express. Oh ja. En wat was daar ook alweer precies de lol van? Rob Lammertsen, dames en heren. Een bijzonder geval. Dat wil naar China, Rusland, noem maar op. En is nooit verder geweest dan Centerparks. Centerparks. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie het niet zo zitten. Ik heb gedacht van ja, ik kan wel keihard nee zeggen, maar dat lijkt me ook een beetje lullig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem een trainingsprogramma voorgeschreven. Nou, dat trainingsprogramma, dat valt nog niet mee. Want Wijnand zei al van ja, met jouw Sinterparkservaring, er komt wel wat meer bij kijken bij zo'n reis naar het buitenland. Dus we gaan nog even oefenen, maar we zijn er helemaal klaar voor. Straks. Hoi Wijnand, ik ben alvast begonnen met het volgende stap uit je plan. Het is inderdaad gigantisch koud, maar ja, het is daar natuurlijk ook heel koud in Rusland. Dus misschien zou jij alvast de kookwekker op 20 minuten kunnen zetten en gewoon even de deur dicht doen. Hey, bedankt hè, het gaat hartstikke goed. Hoi, nou, zoals jullie zien ben ik al aardig op weg om in te leven in de reis. Boeken, de babushka heb ik al aardig onder controle. En nou de laatste stap van het plan, en daar zijn we echt helemaal klaar voor. Dat is natuurlijk buitenlands eten. Want dat is natuurlijk ook iets heel anders als we in Nederland gewend zijn. We leggen nog één keer uit. Moskou, dat is waar we heen willen. De weg naar Moskou. Die kant. Dus wat doe je? Duim in de hoogte. En dan, daar wil ik heen. Vrienden.
ongeluk lag aan de chauffeurs. Ja, en dan maar hopen dat ze stoppen. Dan heb je een auto. Ah, oké. Okay. Nou, kijk eens even. Je stopt meteen. Ik heb er gigantisch wel zin in. Stuur die tickets maar op en dikke doei. Ik ben echt helemaal klaar met die gozer. Echt waar. Als ik jullie één ding mag vragen, alsjeblieft. Alsjeblieft, neem een andere kandidaat. Ik moet er niet aan denken om 7 weken met dit exemplaar op start te moeten. Ik heb wel wat beters te doen.